Lorenzo de Medici was een rijke, gerespecteerde burger uit een voorname familie die leefde in het Florence van de 15e eeuw. Lorenzo was dol op spektakel en organiseerde graag spetterende shows voor de burgers van Florence. Onder zijn vele producties waren enkele verbazingwekkend realistische religieuze optochten die in de kerk werden opgevoerd. Maar op een Pinksterdag ging Lorenzo een beetje te ver. Hij gebruikte echt vuur om de neerdaling van de vlammetongen op de apostelen uit te beelden. De toeschouwers schrokken zich wild. Het houten decor vloog in brand en voor hun ogen brandde de hele kerk tot de grond toe af. Vuur, ijver en passie, het zijn gaven van God. We mogen bidden voor de gaven van het Pinkstervuur, maar probeer het nooit zelf te maken. Het Pinkstervuur is een geschenk dat je ontvangt uit pure genade. Het andere soort vuur is een vals vuur en kan rampzalig zijn. Genade komt van God en kan nooit iets zijn om mee te pronken of trots op te zijn. Anders gaat het gruwelijk mis. Bunyan laat dit heel indringend zien in de Heilige Oorlog. Op een zwak moment laten de bewoners van Mensiel zich aanpraten dat de kracht en de heerlijkheid van Mensiel toch wel heel erg bijzonder zijn. Alsof de stad alles aan zichzelf te danken heeft. De bewoners gaan steeds meer naast hun schoenen lopen en ze voelen zich heel wat. Van de weeromstuit gaan ze het gezelschap van prins Emmanuel minder interessant vinden en hem minder vaak opzoeken. Het frisse, heldere water dat stroomde vanuit de omgang met prins Emmanuel, het begint steeds minder hard te stromen. Het wordt stilstaand water. En je weet wat er gebeurt met stilstaand water. Dat gaat stinken, dat wordt vieze, gore troep. Met Mensiel gaat het dan ook van kwaad tot erger. Er breekt een vreselijke tijd uit. Opnieuw komen ze onder het verschrikkelijke bewind van Diabolos. Hij laat zijn soldaten inwonen bij de inwoners van Mensiel. En die arme burgers, ze moeten het ontgelden. Ze plunderen de stad en steken die op verschillende plaatsen zelfs in brand. Zwangere vrouwen snijden ze open en ze verkrachten jonge meisjes. Het is een heftig verhaal, maar het heeft een belangrijke boodschap. Pas op voor trots, voor hoogmoed en het verachten van de genade van Jezus. Blijf in contact met de levensbron. Leven is er alleen te vinden bij Emmanuel en in het leven van zijn genade.